Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar Fam. En het leek me echt wel leuk om het vandaag te hebben over een back to school onderwerp, aangezien school weer bijna begint. En ik ben de enige van Fam die nog op de middelbare school zit. Dus ik dacht van, hey, laat ik een beetje out of the box in deze keer. Nee, dit is geen outfit video of geen haar, back to school of make-up look. Nee, ik ga het gewoon met jullie hebben over school, maar dan echt meer praten. Via Twitter dus aan jullie gevraagd van... hebben jullie vragen over school of willen jullie bijvoorbeeld tips hebben over hoe je moet plannen of zo? Laat het me weten, dan bespreek ik het in de video. Dus dit is eigenlijk een soort back to school Q&A. De vraag heb ik hier op mijn mobiel. Let's get started. Willemijn vraagt wat ik de fijnste manier vind om te leren. Allereerst, het is het echt mijn manier hoe ik het fijn vind. Wat ik afgelopen jaar heb gedaan is, ik had een proefwerk en dan begon ik. Ik begin best wel vroeg ermee. Ik ben echt een hele lange tijd, echt een week van tevoren ben ik ermee begonnen. Wat ik deed, stel, het was 5 paragrafen of zo. Dat ik voor. Ik had woensdag een proefwerk. Dat ik die week voor woensdag begon met paragraaf 1. Daar was ik dan een kwartiertje, zoiets mee bezig. Die dag daarna deed ik dus paragraaf 1 en 2. Die dag daarna paragraaf 1, 2 en 3 enzovoort, enzovoort. Dan heb ik uiteindelijk alle 5 paragrafen gedaan in 5 dagen. En dan ga ik de laatste dag ga ik alles herhalen. En dat werkte bij mij heel erg goed. Ik zal even kijken van wat vind ik makkelijker. Is 7 dagen te veel voor mij? Is 7 dagen juist te weinig? Ik vond het zelf wel makkelijk, want ik was met elk vak niet heel erg lang bezig. En het hielp bij mij best wel goed. Wat zijn echt de essentials om in je tas of in je locker te hebben? Nou, wat ik altijd wel heel erg fijn vind is deo. Echt just in case deo. Je weet maar nooit, vooral met gym of zo. Het is wel heel erg fijn. Ten slotte vind ik... om een heel parfumflesje mee te nemen vind ik ook niet chill. Soms zijn van die testertjes ook wel fijn om mee te hebben. Daarnaast, ja, even nadenken. We zijn meisjes. Laat het even wel vasteten. Maatverband, tampons, whatever. Altijd handig. Je weet maar nooit. En anders is het voor je vriendin. Want vaak kun je voor je telefoon verslaafd en af kan komen om beter te leren. Wat ik echt heel vaak doe. Dit klinkt zo stom, maar het helpt bij mij echt. Dan loop ik op het huis en dan dump ik mijn mobiel ergens. En dan weet ik gewoon niet meer waar. En vervolgens ga ik leren. In een hele andere kamer. En dan ben ik klaar met leren. En dan moet ik soms echt gaan zoeken waar ik mijn mobiel heb neergelegd. Maar ja, dan zit ik er niet aan. Het helpt. Ja. De volgende vraag is, wat moet je doen als je je eerste schooldag hebt binnenkort? Je niet te veel zorgen. Echt, bijna iedereen vindt het eng. En de een minder dan de ander. En weet je... Het komt allemaal wel goed. Je kijkt er misschien heel erg tegenop, maar het valt allemaal heel erg mee. Je hoeft je ook echt geen zorgen te maken dat je geen vrienden krijgt of zo. Want kom op, er zitten 30 kinderen in je klas ongeveer. En ik denk dat echt wel iedereen wel vrienden of vriendinnen wil maken. Wees open, maak een praatje met iedereen. En sta open voor dingen. Sta open om met iemand te praten. Geef iemand eens een complimentje oprecht als je hem of haar er echt leuk uit vindt zien of zo. Of als je hem of haar echt aardig vindt. Wees gewoon lekker jezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wees jezelf. En dan komt het allemaal goed. Dan de vraag wat mijn tips zijn om niet afgeleid te worden tijdens huiswerk maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, af en toe word ik ook wel eens afgeleid hoor. Dat is denk ik gewoon best wel normaal. Vaak lukt dat me wel, maar ik moet eerlijk toegeven. Soms lukt het mij ook niet. Nou, wat bij mij dus heel erg goed helpt, is gewoon mobiel ergens neerleggen. Omdat ik niet weet waar het ligt. En vervolgens kan ik er ook niet aan zitten. Ja, het klinkt echt als een stomme tip of zo, maar het werkt bij mij, dus nou ja. Voor de rest gewoon bezig gaan. En ik heb vaak iets van, oké, ik doe eerst mijn huiswerk en dan pas ga ik leuke dingen doen. Of bij mij helpt het ook heel erg goed op een plek zitten waar het helemaal stil is. Geen muziek om me heen of gewoon, ja, even op mezelf op mijn kamer goed te verzitten en dan snel afmaken. Wat ik vaak heb is als ik pauzes neem, dan... ja, heb ik zoiets van, oké, nog 5 minuten pauze. Dan zijn ze 5 minuten voorbij. Oké, nog even 5 minuten pauze. Weer 5 minuten voorbij. Oké, nog heel even pauze. Nou, bij mij helpt het niet. Bij iemand anders misschien wel. Je moet echt gewoon kijken wat bij jou helpt. Voor de rest, ik zou tv uitzetten, muziek uit. Op een plek zitten waar het lekker rustig is. Je motivatie om je huiswerk niet uit te stellen. Wat bij mij heel erg helpt is gewoon je huiswerk in de les maken. En tuurlijk, het is verleidelijk om met je vriendinnen te praten. En het is heel gezellig. En tuurlijk mag het. Af en toe moet je het ook gewoon doen. Want het is heel gezellig. En school moet ook gewoon gezellig zijn. En als je samenwerkt, gaat het vaak zoveel sneller. I'm serious. Voor met een vriendin vaker mee ik super goed kan kletsen. Waar ik vaak ook goed mijn huiswerk samen mee kan maken. En dat scheelt soms zo. Want het is en gezellig en productief tegelijk. Het motiveert ook heel erg om gewoon tijdens
je les, je huiswerk te maken. Want stel, als ik bijna klaar ben, heb je het van, oké, ik wil het snel afmaken voor de les erbij is, weet je wel. En dan kom ik thuis en ik van, ha, geen huiswerk. Dat is heel fijn. En ik merk het trouwens ook, als je in de les gewoon goed oplet, dat je veel minder hoeft te leren thuis. En dat is echt geen grapje. Als je ook gewoon je huiswerk in de les maakt, het scheelt al thuis zoveel. Dus mijn tip vooral, probeer in de les zoveel mogelijk te doen. Dan hoef je thuis niet zoveel meer te doen. En de laatste vraag is, wat zijn 5 must-haves voor school? Nou, ik denk allereerst 1, een goede rugzak of rugtas. Ik denk dat de rugtas voor de velen makkelijker is. Nou, ik zelf heb meestal gewoon een, zo'n tas. Wacht, hij ligt hier. Een tas, omdat ik dat zo gewoon iets mooier vind. Maar ik moet eerlijk zeggen, een rugzak is gewoon praktischer. En ik kies dit omdat ik, ja, weet je, ik hou gewoon van mooie dingen. Ik geef het eerlijk toe. Maar een rugzak is echt makkelijker. En soms neem ik ook een rugzak mee. Het tweede is denk ik een goede agenda. 3 is denk ik een goede planner. Ik denk dat het wel handig is om daar gewoon echt een schriftje voor te gebruiken. Of je doet het in je mobiel. Maar daarmee kan je gewoon goed plannen wanneer je wat doet. En dan kan je goed vooruit plannen. Deze vergeet ik bijna. Oh, weet je wat ik altijd nog zin om mee te nemen? Paracetamol. En dat zeg ik omdat op heel veel scholen mogen ze geen paracetamol geven bij de meldkamer. Zo. Bij ons heet dat de meldkamer waarschijnlijk bij de conciërge of zo. Het is maar net hoe het bij de school heet. En soms heb jij of dat je vriendinnen niet zo lekker voelen. Als je een paracetamol bij je hebt, kan je dat aan een van hen geven. Vele scholen mogen die niet geven, omdat dat, ja, het zijn pillen, weet je wel. Dat is niet helemaal op, mag niet helemaal. En zo heb je toch een hoofdpijn. Oh ja, en 5 is een flesje water. Ik vind dat zelf altijd heel erg makkelijk, omdat ik zelf best wel dorst heb. En de kantine kan soms best wel prijzig zijn. Ik vergeet het soms ook wel eens en dan heb ik echt iets van, shit, flesje water vergeten. Dit is eigenlijk mijn back to school Q&A, advies, whatever. Eigenlijk een beetje een mix van alles. Nou ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik wens iedereen alvast een heel erg leuk schooljaar. En dan zie ik je volgende week weer. Doei! Bedankt voor het kijken. Maar ik shop ook heel graag online via webshops. En die ga ik vandaag met jullie delen. Nou, toen ik een aantal jaar...